Nou, we hebben 6 pallets binnengekregen van de actie van RTV Oost van afgelopen december. En ja, zoals u ziet, er staat van alles. Hier staat nasi en bami mix, soepen. Hier zie je limonadesiroop, je ziet hier jam, macaroni mixen. 1000 pakken melk, die staan daar ook nog, een aantal melk. Hoe lang kunnen we hiermee doen hier in Hardenberg en Ommen? We kunnen hier zo'n 3 tot 4 maanden zeker weer mee doen. Hier staat voor 10.000 euro. Ja, nou, dat hebben jullie er niet voor betaald. Wij hebben niks betaald. Dit is van de actie van RTV Oost, van het belpanel wat het geld bij elkaar gebeld heeft in december. Dus we betalen hier helemaal niks voor en dat is natuurlijk dat is wel heel fijn. De opbrengst van de verkoop van virtuele voedselpakketten bedroeg bijna 65.000 euro. Iedere deelnemende voedselbank mocht naar raad op van het aantal huishoudens dat zij helpen bestellingen doen. In Hardenberg en Ommen zijn dat er zo'n 250. Het huidige onderkomen van de voedselbank is te klein en daarom komen de pallets in een nieuwe hal te staan. En dat is alleen mogelijk dankzij de hulpvaardige bevolking. Wij worden in de maatschappij breed gedragen, heel breed. Dat merk je ook in Hardenberg en in Ommen. Maar ik woon dan zelf in Hardenberg, dus ik merk dat meer in Hardenberg. Maar waar je ook komt, is het altijd van, hoe is het met de voedselbank? Hebben jullie nog genoeg? Er zijn mensen bij die schieten me zelfs aan. Als je tekort komt, moet je het zeggen hoor, want dan wil ik wel wat geven. En dat zijn toch dingen waarvan je, ja, dat verwacht je denk ik niet in Amsterdam. Maar verwacht je het ook niet, maar hier gebeurt het. Ja.